deze locatie in Sleeuwijk moet een hospice komen. Althans, dat is de inzet van een grote groep die zich daar hard voor maakt. Vrijdag 7 oktober presenteerde de stichting een bijeenkomst op Golfpark Almkreek om de voorlopige plannen te presenteren. Ja, het is een belangrijke dag voor het hospice. We verwachten zo'n 80 mensen, allemaal heel betrokken. Mensen die toch wel een hart hebben gegeven aan het hospice. En het staat in het teken van de binding. We proberen toch mensen die al een tijd geleden zich hebben ingeschreven, nu ook bij elkaar te komen, de stand van zaken mee te geven. Waar staan we nu? Maar voornamelijk ook elkaar nader leren kennen en kennis te maken. De plannen voor het hospice in Altena zijn duidelijk. Ja, wat wij willen realiseren is dat we echt een hospice hier in de gemeente Altena willen realiseren. En het gaat in ons geval om een bijna thuishuis. En een bijna thuishuis is een plek waar mensen zich echt thuis kunnen voelen in hun laatste levensfase. En de sfeer in dat hospice moet echt dus zoveel mogelijk de thuissituatie gaan benaderen. Dat betekent dat we meerdere mooie kamers gaan maken, maar ook een huiskamer waar mensen samen kunnen leven. En een hospice wat ook dichtbij huis gerealiseerd gaat worden. De animo voor een hospice in de regio is erg groot. Ja, dat hospice dat moet echt hier in de gemeente Altena komen. Dat is hard nodig, omdat op dit moment het er nog niet staat. Wanneer mensen toch in hun laatste levensfase helaas niet meer thuis kunnen zijn en naar een hospice moeten gaan, moeten zij letterlijk het water over. Dus het eiland van de gemeente Altena af. En voor veel mensen is dat ver weg. Die zijn heel hun leven hier in de gemeente geweest. En we willen dat ook juist, om het zo dicht mogelijk bij huis te houden, hier in de gemeente neerzetten. En wij zien dat daar echt behoefte aan is. De ontwikkelingen rond het hospice in Altena zitten momenteel in een belangrijke fase. Ja, we staan op dit moment echt in een cruciale fase. Belangrijk om nu door te pakken. Toen ik in mei aantrad, was ik aangenaam verrast. Toch met een heel mooie organisatie die staat. Een bestuur voor de stichting Hospice, voor de vrienden van Hospice. En een aantal van advies staat er inmiddels. Dus dat staat er allemaal. Heel veel werkgroepen die bezig zijn. Dus heel veel betrokkenheid. Er zijn echt 30 mensen die constant nu bezig zijn met het hospice. En de vrijwilligers staan in de wacht, Ja, we hebben inmiddels de grond ook bijna aangekocht. Het gebouw moet komen in de Vlietstraat in Sleeuwijk. Dus een handtekening zetten, dan hebben we de grond. De planologische procedure is opgestart. Er stond eerst een oude gymzaal. Dat is gehamoveerd. En we gaan nu volop aan de slag om daar ook die planologische procedure te lopen. Dat gaat al heel goed op dit moment. Ja, en ook het bouwteam is heel actief bezig. We hebben inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld. We gaan een definitief ontwerp. In die fase zitten we nu. Architect Olivier die is heel nadrukkelijk bezig daarmee. En dat gaat in december afkomen. En dan is ook de prijs wel aardig bepaald. En dan kunnen we echt ook starten. Ja, en dan is het natuurlijk onze vrijwilligers die heel erg belangrijk zijn. We proberen in elke kern een ambassadeur te krijgen. En waarom is dat zo belangrijk? 21 kernen in Altena. En elke kern een ambassadeur die de dorpsraden opzoekt, die de sportvereniging opzoekt om dat uit te dragen. Want we zijn natuurlijk in afwachting van heel veel sponsors. Die communicatie, die inktvlek de komende tijd is heel erg belangrijk. En tenslotte de financiering. Het gebouw moet er komen, kost een paar centjes. Maar toch, we hebben er heel veel hoop op en vertrouwen in dat dat goed komt. Het is nu erg belangrijk om ook naar buiten uit te stralen dat we toch een stuk maatschappelijk kapitaal zien te krijgen. We zijn in overleg met de gemeente om via een gemeentegarantie een behoorlijk bedrag te krijgen. We zijn met verschillende donateurs, fondsen bezig om geld binnen te krijgen. En we proberen via een obligatielening te doen. En hier graag ook een appel naar al die ondernemers in Altena. We zijn er heel veel. En ondernemers hebben tegenwoordig ook echt wel willen maatschappelijk investeren. En dat maatschappelijk investeren, denk daar nou eens goed aan als je dus hospice langs ziet komen. Doneer, ruimhartig, want we hebben het geld echt hard nodig. Aan het enthousiasme van de stichting zal het niet liggen. Een grote groep zet zich inmiddels in om het hospice van de grond te krijgen. Ook de steun van de inwoners is hierbij erg belangrijk. De mensen in Altena kunnen op ontzettend veel manieren helpen. We hebben al heel veel leuke initiatieven van spontane dingen die ontstaan. Het is soms iemand die 60 jaar is geworden, die geeft een feestje. Die zegt, joh, geef mij geen cadeau. Doneer gewoon aan ons. En dan krijgen we gewoon zomaar €1500 op onze rekening gestort. Maar het zijn juist ook de wat grotere initiatieven. De Roperrun mensen die bijvoorbeeld geld voor ons inzamelen. Maar het kan ook een fancy fair zijn in een verpleeghuis. En daarom zijn die ambassadeurs ook zo belangrijk. Zij kennen de kernen straks, zij weten wat er gaande is en zij kunnen ervoor gaan zorgen van misschien is dat wat. Of misschien moeten we daar eens nog wat meer aandacht aan besteden. Maar het is van heel klein tot heel groot
alles is super welkom om naast het realiseren van het hospice het ook straks goed exploitabel te houden.